Leen had een droom. Niet zomaar een droom, een nachtmerrie. Ze kon niet verder slapen, nadat ze wakker werd door de nachtmerrie. Ze ging naar beneden, had een glas melk. Ze dacht heel de tijd over de nachtmerrie na. Een groene auto aanrijden naar dood. Zo was toch die nachtmerrie? What the fucking inge nachtmerrie. Een glas melk was ondertussen op. Ik ga maar weer naar mijn kamer, zei Leen. Die ochtend. Het was 7 uur, voor een lekker glaasje chocolademelk. Vlug, maar de nachtmerrie vergeten, zei Leen. Goedemorgen mama, goedemorgen papa. Goedemorgen Leen, zei in zijn koor. Welke lessen heb je vandaag? Vroeg de moeder. Och, niks speciaals, gewoon wat wiskunde en Nederlands. Van die oerstaaie vakken. Ach, je slentert je wel door de dag, Leen. Vroeger in mijn tijd, ja ma, het is goed, stop met mijn zagen naar je been. Ik ga vertrekken naar school. P.S. Het was goede chocolademelk. Leen nam haar fiets en vertrok naar school. Halverwege had ze een lekke band. Fuck, zei ze. Stomme nagel, dit is echt weer pech. En het is nog 4 kilometer tot school. Ik heb echt niet zin om dat te voeten doen. Ondertussen hoort ze een luide toet. Toet, toet. De groene auto slaat naar straat in. Hij stapt uit en gaat naar Leen. Scheelt er iets, dame? Ja, er is iets aan mijn fiets, meneer. En ik moet dringend naar school. Weet je wat, ik zal de fiets in mijn koffer steken. Die raakte toch net in. En ik zou je voeren naar school. Is het Peter Hooghaard, die school hier zo 4 kilometer vandaan? Ja, zei Leen. Na 20 minuten kwam ze aan in school. Dank u, meneer. Is niks. Leen is toch jouw naam? Ja, meneer. Nou, fijne dag. Jij ook. Die avond kwam haar moeder herhalen. Maar ging ze naar huis. Ze had weer diezelfde nachtmerrie. Weer met die groene auto. Ze bleef sindsdien 2 dagen thuis, zogezegd ziek. Maar in feite bang voor die groene auto. Toen ze de bel hoorde en ging open doen. Het was de postbode, viel ze over haar broer zijn groene speelgoedauto. Het was exact hetzelfde model als de groene auto van haar, die meneer haar voerde naar school. Ze brak haar nek en was op slag dood. Leen werd 15. Dank je voor het kijken. Alle verhalen zijn zelf geschreven en is mij gebruikt. Dank je voor het kijken. Nog een aangename dag. Dag. Dit is Leo. Yeah. Dit is Leo.